Shit, shit, shit. Weet je waar ik ben? Weten jullie waar ik op dit moment ben? Ik ben in de freaking gevangenis. Ik ben opgesloten, ik heb een kaart gekregen, dat is letterlijk alles. En ik zit vast in de gevangenis. Welkom to Minecraft Prison, oftewel de Minecraft gevangenis. Durf jij het aan om te ontsnappen? De regels zijn dat je geen blokken mag breken, behalve de blokken die je mag breken en dat zijn zatblokken. Je mag ook in kisten kijken waar eventueel iets ziet wat je kunt gebruiken om jezelf te laten ontsnappen. En dat is wat wij vandaag gaan doen. Jongens en meisjes, doe natuurlijk even een dikke vette like op deze video als jullie meer van dit soort custom maps willen. Want vandaag zitten wij namelijk gevangen in Minecraft en gaan wij ons best doen om daar uit te komen. Ik zit hier momenteel, ik mag eigenlijk niks kapot maken, dus zelfs deze fakkel moet ik maar weer terug gaan plaatsen. En ik zie dat hier een button in zit en een snowball. Misschien dat ik dat op zich zou kunnen gebruiken om hier in ieder geval uit te komen. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Laten we beginnen met, even kijken, zullen we hem hier neerzetten? Yes, oké. We hebben de eerste deur gepasseerd, maar wat nu? Wat is nu de bedoeling? Kut, we zitten vast. Ben je heel serieus? Heb ik mezelf nu al vastgezet? Ik heb mezelf op dit moment al vastgezet. Ik ben zo noob. For real, is het zojuist echt gebeurd? Want hoe ga ik hier nu weer wegkomen dan? Gewoon niet, waarschijnlijk. Waarschijnlijk had ik hem bij die andere deur moeten neerzetten. Oké, dan zullen wij deze deur toch even met onze hand kapot moeten maken. Ik zit in ieder geval gevangen in Minecraft. En het is het doel voor mij om hier weg te komen. En eigenlijk mag ik niks kapot maken met mijn hand. Naast natuurlijk zandblokken, zoals in het begin stond aangegeven. Maar ik heb even geen andere keuze. Ik moet dit wel even kapot maken, want ik had hier namelijk helemaal niet moeten zijn. Maar ik was er toch, want het ging weer helemaal verkeerd. En ik zit weer helemaal niet op te letten. Dus vanaf hier jongens, we zijn gevangen, weet je. We moeten alert blijven. Dus vanaf nu gaan we dat ook echt doen. Deze button die gaat weer met ons mee. En we gaan deze kant op, denk ik. Of deze kant. Ik denk dat we deze kant op moeten. Nou, dan gaan we deze kant op. We moeten wel uitkijken, want voor hetzelfde zitten we zo meteen weer vast. Nee, hier moeten we denk ik niet naartoe. We gaan naar een andere. Oké, dit is echt... We moeten goed opletten wat we doen. Dus hier moeten we naartoe. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Yes, nu hebben we iets gedaan. Ah, kijk, nu is deze deur open. Dat was de bedoeling. I am impressed. How did you like that lock? Oké, dus er staat hier. Ik ben best wel gechoqueerd dat je dit kon. Wat vond je van het gelokte gedeelte? Zeg maar van het gedeelte wat dicht zat. Nou, dat vond ik niet fijn. Dus we zijn heel voorzichtig en we zijn hier weer. Oké, jongens, tot nu toe gaat het ontsnappen goed. Even kijken, wat staat hier? Het lijkt erop dat jij niet de enige bent die probeert te ontsnappen. Je hebt iemand gevonden die er al uit is gekomen. Oké, interessant. Er staat hier dat ik naar beneden moet springen. Er staat jump. Ja, ik zit in een gevangenis, hè, jongens. Dus ik moet misschien maar gewoon doen wat er staat. Let's go. Woe! Oké, dan. Er is dus schijnbaar al iemand voor mij in deze gevangenis geweest. Sorry, microfoon. En die heeft het voor elkaar gekregen om dus te ontsnappen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik hieruit kan opmaken. Seems good. Oké, even kijken. Wat is het plan, jongens? Wat staat hier? We zijn best wel dicht bij het riool. Dat is de enige weg om uit de gevangenis mee te komen. Nou, oké. Dus we zijn al redelijk goed aan het ontsnappen. Oké. Even kijken. We kunnen deze kant op. En we kunnen deze kant op. Maar waar is het riool? Is dit het riool? Wacht even, ik moet natuurlijk wel de goede kant op gaan. Laten we eerst even het iron gedeelte kijken met die iron doors. Oké, misschien dat we hier moeten zijn. Hier kunnen we niet naartoe. Hier kunnen we wel naartoe. Is dit het riool? Dit moet waarschijnlijk het riool voorstellen. En via het riool moeten wij ontsnappen. Dus dit is op zich goed wat we nu doen. Nee, we moeten toch via de wooden door. Oftewel via de deur van hout. Dus we gaan weer even terug. Zo, even kijken. Moeten we... Ja, laten we deze kant op gaan zo. Oh, het is wel spannend hoor, jongens. Oké, we doen de deur netjes achter ons dicht. Want de bewakers mogen natuurlijk niet weten dat we ontsnapt zijn. Oké. Ah, kijk, dit is het riool. Even kijken wat staat hier. G flush a lot. Oké, dit is het gedeelte waar de manager zich bevindt van de gevangenis. Zeg maar, die de boel in de gaten houdt. Nou, de manager is schijnbaar even weg. Okay, even kijken, wat staat hier? De poep department. Wat? Dit is het poephokje, staat er eigenlijk gewoon. Eeuw, menselijk poep. Of course, ik moet het weggooien, staat er. Oké. Nou, neus dicht jongens. We gaan tussen de poep zwemmen. Duiken, let's go. Oké, rustig blijven, Job. Kijk, waar zijn we? Dat was heel erg vies. Er staat ook gewoon disgusting op een hele verkeerde manier, geloof ik. Het hoort namelijk met een i geschreven te zijn. Wacht, is dat lava in het riool? Het moet waarschijnlijk kokend heet water zijn. Laat ik maar van dichterbij gaan bekijken wat het is, oké? Voorzichtig, Job. Hoppakee, hoppakee. Jump, jump, jump. Yes. We made it. We did it. Nice. Oké, wat is het plan? Het is hier een beetje donker, dus ik wil je eigenlijk helemaal niet naar boven toe. Hier kunnen we ook niet naartoe. Dit is een dik. Sorry dat ik het zei. Een beetje doordenkende mind heb ik misschien. Oké, en jump. Wat staat hier? Could this really be the way out? Zou dit echt de weg naar buiten zijn, staat er? Wie weet, misschien wel. Ik zie daar... Oh nee, ik dacht heel erg dat ik de buitenwereld zag. Oeh, wat is dat? Ik zie daar een painting, jongens. En hier zie ik ook een painting. Zullen we hem opnieuw neerzetten? Ah, kijk, vuur. Lekker toepasselijk. Ik denk dat we hier overheen moeten gaan, maar toch kijk ik hier even beneden.
Gewoon even om niks, zeg maar, te missen wat ik eventueel niet zou mogen missen natuurlijk. We moeten goed gefocust blijven. Oké, even kijken. Well, this old hole goes to the... Oké, hier staat, dit oude gat gaat naar de oppervlakte toe. Oké, dus we zouden hier naar boven moeten. Maar hoe gaan we... Oh, wow! Wat? Ik dacht dat hier een ladder achter zat. Kijk dan, jongens. Dat is van een ladder. Oh, ik zie de buitenwereld al. En ik ben zo lang gevangen geweest dat ik natuurlijk super graag naar buiten toe wil. Dus ja, man. Ik vind het spannend. Even kijken. Zijn we naar buiten? Zijn we er? Ik ben heel benieuwd. Even kijken. Dit moet een oude lift zijn. Ik denk dat ik deze zou kunnen beklimmen om buiten te komen. Oh my god, jongens. Ik denk, en ik weet het niet zeker. Ik weet het echt niet zeker. Maar ik denk dat wij zojuist uit de gevangenis ontsnapt zijn. En dat zou... heel erg mooi zijn als we dat voor elkaar hebben gekregen, jongens. Dat heeft ons niet lang geduurd, vind ik. Hebben we toch wel goed gedaan. Misschien hebben we ervaring met het ontsnappen uit de gevangenis. Ik weet het niet. Maar het was een interessant tochtje, in ieder geval. Boom. Zijn we buiten? Wat staat er? Are you kidding me? Oh, shit. Dit zijn traps. En er zit zeker TNT onder. Oké. Huh. Huh. Oh, shit. Dit is zo gevaarlijk. Misschien dat ik het beter zo kan doen. Oh, nee, kut. Oh, nee, rennen. Oh nee, shit. Oh nee, nee, nee. En jump, oké. Oh nee. Oh, shit, ik zit in het water. Ik ga die deur hier neerzetten. Kan ik dan nu ook ademen? Ja, hè, ik geloof het wel. Ja, kijk, ik heb... Oh, dit is best cool, stel dat je zou echt moeten ontsnappen van de bewakers. Zou ik gewoon hier kunnen zitten, hier vinden ze me nooit. Oké, congrats, you got out. Hope you enjoyed. Oh, yes, we hebben het gehaald, jongens. We hebben een map, hebben we geklaard. Het was niet heel moeilijk op zich. Het was best wel makkelijk. Nou, laten we even game mode 1 gaan. Want we hebben namelijk de map gehaald. Even time set day. En nu we dat hebben gedaan, ben ik zo blij dat ik natuurlijk wel even ervan moet gaan genieten. Dus we pakken de spullen uit de kist. Ik zie namelijk dat ik hier TNT heb gekregen. En niets is natuurlijk leuker dan TNT. Dus we gaan gewoon alles opblazen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Daar was de gevangenis. Dus we gaan gewoon vanaf hier helemaal tot en met binnen in de gevangenis. Gaan we gewoon alles opblazen. Vinden jullie dat een goed plan? Ik namelijk wel. En dan gaat het ook gewoon lekker gebeuren. Nou, bij deze. We blijven lekker TNT plaatsen. Het moet elkaar natuurlijk wel allemaal aansteken. Waar komen we nou exact vandaan dan? Ik ben het helemaal weer kwijt. Oh, hier komen we vandaan, of niet? Hè? Waar komen we vandaan? What the fuck? Ik ben altijd zo slecht. Jongens, geloof me. Als er iemand is op aarde die je zeg maar niet Tom Tom moet laten spelen. Dus die je zeg maar geen navigatiesysteem moet laten spelen. Dan ben ik het waarschijnlijk wel. Oké, laten we misschien worden duidelijk waar we moeten zijn wanneer ik deze afsteek. Rennen, vriend! Oké, let's go. Oh shit. Oké, misschien kunnen we nu zien waar we naartoe moeten. Even kijken, waar kwamen we vandaan? Was het niet gewoon hier zo ergens? Ik weet het niet. Wat raar dit. Wow, dit is trouwens wel een heel apart gebied als je er zo over nadenkt. Wie de fuck bouwt zijn gevangenis nou in the middle of nowhere? Zo van, yo man, als je een gevangenis wilt bouwen, doe het gewoon hier man. Zeg maar geen stress. Gewoon een mooie plek. Met een biggetje. Meneer de Big, luister, ik heb jou nooit gemogen. Sinds de middelbare school in klas 1 mocht ik jou al niet. Net zoals ik mijn wiskundeleraar nooit mocht. Dus ik ga je terugpakken. Voor alles wat je me hebt aangedaan. Na al die jaren dat je mijn broodje afpakte in de pauze. Meneer Big, het spijt me. Adios. Ruina. Waarschijnlijk is dit helemaal gewoon loser zometeen. 3, 2, 1. Nou ja. Jongens en meisjes, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze prison map. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een dikke vette like. Abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En laat mij hier beneden in de reacties weten of jullie meer van dit soort gevangenismappen willen. Deze was best wel makkelijk. In het begin had ik het niet helemaal door, waardoor ik een deur kapot moest maken. Was een beetje cheaten. Maar voor de rest heb ik het helemaal legit gehaald. Ik ben tevreden, ik ben blij. Doe een dikke like als jullie meer van dit soort video's willen. Bedankt voor het kijken. Mwah, love jullie. En tot de volgende keer. Adios. Spring. En spring. Oh ja, oké, let's go, let's go. Dat is het einde, denk ik. Dat is het einde. Dat moet wel het einde zijn. Ja, dat is het einde. Ik kan tweede worden. Ik kan tweede worden. Ik kan tweede worden. Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op. Bam. Ben ik tweede? Ik weet het niet. Misschien ben ik wel tweede geworden. Ik vind het zo raar, hè, jongens. Zo'n iemand is dan zo snel bij de finish. Terwijl ik nog maar op de helft van de map ben. Dan denk ik van, like, what the fuck? Hoe snel ben je dan wel niet met rennen? Holy shit, dat is knap. Ja, of je gebruikt hacks of cheats of hoe je dat ook noemt. Ik weet het natuurlijk niet wat er allemaal mogelijk is. Maar nee, we gaan er zo achter komen, jongens. Over 15 seconden in totaal gaan we erachter komen of ik misschien tweede of derde zou zijn geworden. Als ik tweede ben geworden, moet ik zeggen dat ik op zich nog best wel blij ben met die prestatie. En als ik derde ben geworden, dan ben ik wel iets minder blij met die prestatie. Maar dan mogen we natuurlijk ook niet klagen. Want dan zitten we in ieder geval in de charge van dit potje. 2, 1, ben ik derde geworden? Even kijken. Wat? Ik ben geen eens derde geworden. Of wel? Nee. Wauw.
Oké, jongens, we gaan nog één potje spelen, want ik wil mezelf kunnen bewijzen. Let's go. Oké, jongens, ik sta hier in een nieuwe Deathrun map en ik ben er weer helemaal klaar voor. Zouden wij deze aflevering kunnen afsluiten met een potje waarin we eerste, tweede of derde worden? Ik weet het niet, maar we gaan er zeer waarschijnlijk zo direct achter komen. Dus ik hoop dat jullie ready zijn, net zoals ik dat op dit moment ben, jongens. Let's go. 1 en ik ga sowieso in het begin denk ik even wachten. Nee, ik ga gewoon scheiden. Ik wacht hier.